hard aan toe bij rellen in Israël. Al weken zijn daar betogers op de been. De protesten zijn gericht tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ze verwijten hem dat hij de coronacrisis niet goed heeft aangepakt en te snel versoepelingen heeft doorgevoerd. Het is een cocktail van corona en corruptie. Met waterkanonnen worden betogers in Jeruzalem aan de kant geblazen. Maar dat houdt ze niet tegen. We want change. We don't want a dictator over here. We just want to sit in peace and have a change. Al weken zijn er grote protesten. Benjamin Netanyahu, de prime minister, noemen ze hier de crime minister. Want terwijl er buiten gedemonstreerd wordt, staat hij binnen voor de rechter. Hij moet zich verantwoorden voor corruptie. Maar hij blijft aan als premier en grijpt volgens critici de coronacrisis aan om zijn eigen macht veilig te stellen. Maar inmiddels lopen de besmettingen in Israël flink op, net als de werkeloosheid. En dat terwijl het zo goed ging. Het viel mee met het aantal coronadoden in Israël. Maar het land kwam te vroeg uit een lockdown. Scholen die open waren, moesten weer dicht. Restaurants die dicht waren, mochten weer open, moesten weer sluiten, mogen toch weer open. Er is sprake van bestuurlijke chaos. En dat terwijl de crisis alleen maar toeneemt. De woede richt zich op één man. Everything is falling apart. We're talking about every sector of the country. It's just falling apart because this guy is a very bad manager. De langzittende premier van Israël lijkt stuurloos. De betogers vastberaden. Zouden vol tot Netanyahu vertrekt of achter de tralies zit. Olaf Koens, RTL Nieuws, Istanbul.